lekker. Bubble butt. Wat is dit? Zo leuk blouseje dit. Nog even de foto van mijn Ruben. Ja, ja. Bij hem vind ik het zo overweldigend. Bananen shampoo. En kijk hoe goed dit eruit ziet. Mega ontstoken. Hallo, ik ben nu in Amersfoort met Shanna en Jiminy. Op het terrasje, we zijn gewoon maar random ergens gaan zitten. Maar ze hebben hier de spring rolls, wat ik dus ook met haar ging maken. En we zijn heel benieuwd. Het is 7 euro voor 3. Dus dat is echt heel lekker. Wat wil je graag vlog? Nee. Ik wil ook wat zeggen. Ik wil een tjolietje. Ik heb een mooie. Ja, wat zie je? Ik heb nog een glas. Ik denk, oh, wat superleuk. Maar het weer is gewoon insane. Sean en ik hebben net 40 minuten in de auto gezeten. Maar het is zo heet vandaag en het was niet voorspeld. Het is echt prachtig. Ik heb desinfectiespul. Oh. Wow, jongens, ik ben heel benieuwd hiernaar. Wel ziek, dik, heel dubbel, zeg maar. Ha en ik deden dan... Volgens mij is het net zo'n groot rijstveld, zeg maar, met veel minder vulling. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Meer van, ja, hoe wil je zien dat... Oh. Even opnieuw. Oh, heel lekker. Heel gezond. Ik wil hier echt 30 van. Ik heb vet veel honger. Ben je klaar? Ja. Oké. Je hoeft echt niet te bukken. Zeker hoog. We gaan ijs halen. Hier is het beste banaanijs van. De wereld. Echt? Ja, wereldkampioen. Oh, nice. Wat heb jij, banaan en? Chocola. Oh, ook wat Jim heeft. En jij? Nee. Ja, chocola. Welke heb jij? Chocola. Oh, en? Gewone. En yoghurt. En yoghurt. Oh, ik heb kokos. Niemand heeft banaan genomen. Oh ja, jij hebt banaan, gaf je. Ja. Ja, tuurlijk. Hallo. Ik heb dus pure chocola zonder lactose, maar kijk hoe het er heel lekker uit. Oh, ik voelde dat hij ging vallen. Nee joh. Ja, ja. Nou, het ziet er zo goed uit. Het ziet er gewoon namelijk perfect uit. Niet zo van lactose. Maar het licht is niet goed. Ik wil mijn ijsje goed vastleggen, maar het ziet er niet. Mijn hè? Ziek lekker. Hallo, ik ga nu mijn ijs proeven op beeld. Ik durf nooit te vloggen, maar als jullie erbij zijn wel. Maak een meme. Wat is een meme? Oh. Ik weet niet wat een meme is. Oma, als je kijkt. Hier de meme is chocoladeijs halen. Ik in de brugklas is een meme. Nee, maar mijn oma is obsessief met pure chocola. Oké, als je ooit echt heel goed pure chocoladeijs hebt, ik weet niet waar ze het over hebben, maar... Ik als brugger. Als je heel goed chocoladeijs wil halen, moet je dus naar Mazzoli in Amersfoort gaan. Dit is zo intens. Ik weet niet wat je met meme bedoelt. De meme is ik in de brugklas. Wow. Nu weet ik wel wat je... Oh, die kokos is heel lekker. Dit is een hele goede ijssalon. Heel chill. Wel melkachtig, maar niet heel sterk, maar wel heel lekker. Die puur is echt ziek. Lekker. Ik ben nu dus ongesteld om het normaal lekker houdt ijs. Niet de chocola. Lekker ijs. Lekker ijs. Bubble butt. Wat is dit? Alles heel uit. Jongens, je hebt een masker voor je bil. Hé? Hey? Voor je bil. Oké. Oké, dit vind ik eigenlijk wel leuk. Ik wil even weer wat kopen. Sleepy mask. Waarom? Maar hoe werkt dit? Moet je het erop smeren gewoon, toch? Ja. Dit is super leuk. Hey, deze is even super vet met allemaal de plaatsen erop. Kopenhagen en zo. Je hebt ook Londen, Sean. Kijk. Oh. Maar dit is in verhouding super duur. Bij Action kost... Ja, maar toch is het vaak als je 1 plus 1 bij Ethos doet, is het goedkoper. En dit kost bij de Action 2, 3 euro tegenwoordig. Maar dit ken ik niet. Oh, ik wel. Dit is het allerbeste haarmasker trouwens, Sean. Voor jou is denk ik te vet. Maar vroeger werd ik dolgelukkig met soort winkels en dat is wel een beetje veranderd. Oh, dit is heel chill. Dit is wel echt goedkoop. Wat is dit? Wil je dit doen? Karamel beige haar. Ik nee. Voor mij zit, dat heb ik te donker haar voor, denk ik. Dan dit? Zilver. Oh. Ja, ik kan het niet. Mijn haarspigment, ik vind de kleur zo stom. Ik weet niet wat ik ermee moet. Ja. Maar dit is een color hair mask, dat is heel chill. Ik wil dit eigenlijk wel gewoon proberen, want kijk wat er caramel beige, wat is dat? Ja, ik denk dat jij haar daar te donker voor je.
Mijn haar is op dit moment helemaal niks. Het is niet bruin, het is niet blond. Ik vind het echt niet mooi. Ik weet niet wat ik ermee moet. Gewoon een kapper laat je adviseren? Ja. Vorig jaar was het super mooi. Bij mij? Ja. Toen het licht was. Ja, je had toen één keertje gedaan, toen was het niet mooi. Nee. En toen ging je daar nog een keer naar terug. Toen was het wel heel ja, mooi. Ja, toen was het heel licht. Was het heel licht? Ja, dus ik wil misschien weer blonderen dus. Oh, dat is wel mooi. Toch? Dit is wel tof. Hey Sean, waarom doe jij dit dan niet? Een ijsmasker eroverheen. Ik had een samenwerking met dit merk trouwens. Hoe leuk, maar nu niet meer. Je moet echt even zonder hebben. Ja, is die vies? Ja, zie je. Dit is wel chill. Heb je dit ook als je anti-aging denkt? Nee, ik ben nog heel jong. Oh nee, ik ben wel oud. Ja, maar wij doen al een tijdje. Ja? Ik heb nu ook Q10 nachtcreme. Dit is de beste make-up remover die er is. Dit zo'n borstel lijkt me zo lekker. Volgens mij zit zo goed voor je haar. Beer? Oh, boor. Maar waar is dit van dan? Misschien hebben ze hier wel die mascara die niet meer bestaat. Dan ga ik echt huilen van geluk. Nee. Hoe balen als je de beste mascara ooit hebt en hij bestaat ineens niet meer? Oh, maar kan je ook niet online of zo? Nee, hij is weg. Ik zoek nog even goede mascara, want ik heb echt eigenwijze wimpers. Mijnen gaan altijd alle kanten op. Ik zweer het. Als ik een bepaalde mascara gebruik die niet goed is, zijn mijn wimpers echt niet mooi. Het is heel belangrijk wat voor mascara je gebruikt. Maar ik weet niet zo goed welke ik moet dan. Ja, die Catrice, die blauwe Glendol. Ja, die heb ik ook. Die vind ik de enige goedkope. Die vind ik ook goed. Ja. Wat is dit? Maar dit kan toch niet goed zijn, moisturizer? Oh, cuties. Het is wel goedkoop, alleen niet dus drogerist spullen. Drogerist, zou ik zeggen. Drogerist. Vroeger was ik zo obsessief, ik zou alles kopen. Ja. Hoe gesoord is dat, hè? Wat is dat voor raars? Creamspray. Zal je gezicht masseren? Spatel maquillage. Ik denk om toch je jukbeen zo te masseren, zo. Oh, is opmaken, ja. Hé, waar is lippenbalsem? Oh, dit is mijn lievelings. Die kon je vroeger echt alleen maar halen in Amerika. Ik kon dit een keer proberen. Oh, ik ben zo geobsedeerd hiermee. Weet je dat het heerlijk is op je eigen huid ook? Misschien wil ik het wel kopen. Ja, het voelt licht, hè? Ja. Dit is toch wel heel goedkoop? Ja. Dit is toch normaal meer dan 4 euro per stuk? Ja. Nou, dat vind ik ook leuk om te kopen. Wat is dit? Dit vind ik er heel leuk uitzien. Jawel, dit ruikt wel lekker trouwens. Stress release exercise ball. Sean, dit vind ik echt iets voor jou. Om zo'n bal te kopen. Dit is toch fantastisch? Vind je jou echt iemand? Weet ik niet, hij is heel hard. Ik wil dat misschien ook. Ik ben best wel geobsedeerd met dingen knijpen. Ik wil hem heel graag even voelen. Ik vind het ook wel heel tof als je een cadeau maakt. Maar ja, dit soort maskers zijn, is het nou boeiender? Het is alleen maar duurder. Maar dit is heel leuk. Ja, zoals dit. Wat is dit? Wat is dit? Clean Beat. Gezichtsreiniger. Moet je kijken, je hand gaat schuimen, kan je het op. Maar ik wil dan, dat ik alles wil testen, daar ben ik gewoon mee gestopt. Want dat kost je zoveel geld. Nee, daar moet ik echt mee stoppen. Oh, helemaal leuk deze winkel. Ik vind dat ik vind het wel lekker dit. Ik wil dit eigenlijk. Ja. Dit vindt ze toch, oh, hij is best lelijk eigenlijk. Waarom zijn ze altijd net niet mooi? Ja, dit vindt zij zo leuk. Nu wil ik het echt wel kopen. Oké, ik ga wel voor deze. Wow, dit is letterlijk hetzelfde als die van Lush. Hoe die eruit ziet. Seksbom. Wat is dit? Wat is dit? Is dit voor ilt? Een lavasteen of zo? Dit vind ik trouwens super chill. Konjac sponsjes. Heel chill. Maar ik vind deze net een beetje duur. Dit is Sander mandje. Dit is mijn mandje. Donkere. Kijk dit. Jongens, hebben jullie dit gezien? Wat is dit ineens? Ja, die had ik ook al eens bij de primer gezien. Lipmaskers vind ik wel heel leuk. Belly mask? Waarvoor zou je dat doen? Oh, kijk dit jongens. De jelly. Heb je dit gekocht, terwijl je niet weet wat het is? Oh, ik zie een hele leuke vaseline. Huh? Kennen jullie deze vaseline voor baby's? Weet je wat het heel slecht is, vaseline? En dat je het opeet en dat het niet verteert in je lichaam. Het is heel slecht. Dit vind ik er zo prachtig uitzien. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Ja, tea tree oil. Dat is geweldig.
Ja, dat is de beste. Heb je die nog? Dan wil ik hem hebben. Nee, ik heb een allergische reactie. Oh, dat, ik vind dat zo goed. T3 van Body Shop. Ik vind dit, ik weet niet waarom, maar als je dit in je huis hebt staan, het is zo chic. Maar ik gebruik geen bal. Ik mis die ook niet zoals als handzeep. Ja, maar ik wil zeep. Maar ik vind deze weer minder chic, die roze. Wat is dit? Jongens, wat is dit? Ik ben helemaal in shock dat ik dit niet ken. Wat is dit? Ik weet niet. Clover Vaseline. Wat, waarom is het anders? Wat verschil tussen dit en dit? Kijk, de ingrediënten. Gewoon om het meer te verkopen. Nee, maar dit is volgens mij super oldschool of zoiets. Ken jij Carmex? Oh. Dit is de allerbeste waarde. Rosebud zelf. Je moet weten wat deze kost. Ik ga met mijn mandje doen. Het ligt hier los. Ik doe alleen deze, denk ik. Ja. Nee. Ik wil geen EOS meer. Hey, oil to milk cleanser. Dit wordt melk als je het gebruikt. Bizar, hè? Ja. Dit moet je, als je dit iemand cadeau geeft, dan denk je toch meteen dat het komt uit Londen of zo. Frankrijk. Petit maison. Facial. Oh. Dit? Ik weet niet. Helemaal fantastisch. Dit merk is echt geweldig. Ja? Oh, ik ben verliefd op dit merk. Wat is dit? Heel goedkoop. Dit bestek. Plastic bestek. Kan je wel bewaren, maar het is natuurlijk wel slecht voor het milieu. Kaartjes. Cute. Oh my god, dit. Geweldig. Echt, er is wel echt heel veel leuke dingen hier. Game. Dit is chill. Dat gekruste ijs. Die staafjes en deze heb ik gepakt. Dat vind ik echt heel handig. Dat gebruik ik ook heel veel. Hele mooie zout. Wow, die wil ik. Het ziet er prachtig uit. Dit is ook best wel goedkoop. Ik vind trouwens gemixte peper heel vies. Ik vind die hele vieze smaak aan zitten. Ik weet niet waarom. Ik hou van zwart en rood, maar dat andere vind ik vies. Oeh, dit is wel heel chill ook. Hier, dat soort van Amerikaanse dingen. Zo grappig. Oeh. Dit is ook wel lekker. Beerpong. Oh, dit is allemaal zo leuk. Nu heb je duimpje nog als je het leuk vindt, deze beelden. Oplosbare koffie. Oeh. Dit ziet er ook echt heel mooi uit. Als je dit is heel chic. Hebben jullie dit al gezien? Hebben jullie gezien hoe mooi dit eruit ziet? Dark Mark. Oh my god, het ziet er zo prachtig uit. Sommige dingen wil je gewoon kopen op de verpakking en dan is het merk echt goed bezig. Dan ben je echt goed bezig. Nou, als het dan ook nog lekker is, ben je al helemaal goed bezig. Dit is heel leuk. Oh. Oké, we zijn bij de kassa. Wat is dit? Houten rietjes, bamboe rietjes. Leuk. Ik heb net een shoplog gedaan, maar ik zal het thuis ook nog wel even doen. Maar dit was dus, ik ben helemaal in shock, €50 bij elkaar, echt gestoord. Nee. Dit is een van mijn lievelingsaankopen. Deze is echt prachtig. Ja, ik vind deze zo leuk. En deze ruikt echt, vinden zij ook geweldig. En ik vind dit ook wel heel mooi, hier ben ik ook blij mee. En met de bamboe rietje. Eigenlijk net goed alles nu gewoon laten zien, want ze zijn toch aan het wachten. Deze bamboe rietjes zijn ook geweldig. Dit, zei Jim, is net als droogpoeder. Het droogshampoo had ze eerder al gezegd, dus dat wou ik nog even een keer testen. Want ik had het wel een keer gedaan, maar Zwitser is beter. Ik weet niet wat dit is. Het is een soort vaseline, maar dan vetter. Oh, wat, ik wil ook laten zien wat jullie hebben gekocht. Dit is een cadeautje. Dit is een cadeautje. nee, dit is ook een cadeautje. Dit is super leuk. Zo'n cotton candy, die wordt dan snoep. Dit is dus pillow spray met lavendelgeur. Dat helpt mij echt om rustig te worden. Dit is gewoon heerlijk voor je gezicht. Het was maar €2. Oh, mijn camera is al leeg. Deze zeep is prachtig. Dat heb ik al verteld. Oh, dit is ook een cadeautje. Ja, ik ben heel benieuwd naar dit masker. Mag ik checken? Lekker als het koud is. Heel benieuwd naar. Lekker zweten. Dit. Dit is de aankoop Vanish. Ja, ik hou wel echt van Vanish. Mini droog shampoo.
Lipmasker. Oh, mijn camera is leeg. Jullie moeten ook nog even laten zien wat jullie hebben gekocht. En deze ijsblokzakken. Yo, wat is jullie shoplog? Camera valt uit, maar Sian heeft dit gekocht. Dit. Jij hebt echt nuttige dingen gekocht. Wow, wat een leuke. Ja, die heb je niet. Maar je moet wel elektrisch poetsen, vind ik. Ja, maar ik poets één keer op een dag met de hand en één keer op een dag elektrisch. Vind je dat leuk? Ik lekkerder vind. Oh. Ja, ik ook. Maar elektrisch moet dan voor mezelf. Elektrisch, ja. Wat is SOS-balm, Sian? Voor als je in de zon bent. Oh, dat is wel een goede aankoop. Heb je maar twee dingen gekocht? Oké, ik ben trots. Ja, ik wou het nog zelf bij. Ja, maar dat is ik. Wij zitten nu op een terras. We gaan nog even een drankje doen en dan gaan we naar Hause. Toe Hause. In school gaan. Chill. We zagen dus dit en we zeiden allemaal, we willen dit. Wat is dit? Wat is dit? En toen was het dus van ons. We hebben 3 keer Icy Green besteld. Hoe anders kan je het serveren? Maar dit is heel slim, maar misschien doen ze gewoon uit een pak. Het scheelt ze vet veel geld en het ziet er veel mooier uit. Dit is recyclebaar, dit is zeg maar... Dit vind ik nou slim. Ik ben altijd zo benieuwd naar de horeca tips. Is dit een rietje? Een stamper. Maar je moet hem toch zo stampen? Maar super slim, toch? Want dit is gewoon goedkoper dan uit een flesje. Ik neem aan dat het uit een pak komt. Mag dat? Ja. Natuurlijk mag dat. Maar als je koopt wat je wil. Jongens, ik word toch helemaal gestoord van deze klok. Niet normaal. We gaan nu met z'n drieën in mijn auto. Misschien weten jullie wel hoe mijn auto er van binnen uitziet. Denken jullie dat het gaat lukken? Doe dan even een duimpje omhoog. Ja, ik wil het laatst uit mensen doen, zeg maar, dan wordt mijn vlog wordt zeg maar 19.000 keer bekeken. En dan heb ik 260 likes. Ik like ook nooit in dat video. Ja, dus daarom zei ik, denk je dat het past? Moet je helemaal inloggen, dat is het. Oh ja, maar als je niet ingelogd bent, snap ik het. Was het een mooie foto? Dat was verleid, ik heb het toch niet gemaakt. Ah, oh, jammer. Wow, leuk. Oké, maar mijn batterij is leeg, maar we gaan... Oh, wat erg. Jim, ik ben zo benieuwd. Hier kan je sowieso niet zitten, hier zit een glazen box. Lukt het. Ja, en ik deed ineens deze ketting om, toen dacht ik, oh my god, leuk. Heel leuk. Maar die heb ik dus nieuw gekocht. Waar? Voor webshop. Oh, voor webshop. Maar oh, daarom ja. Was ik dus iets later, want ik ging ineens, dacht ik, oh, dit ringetje bijvoorbeeld. Ja. Zo leuk. Heel cute. Ik heb een cadeautje. Waarom? Fun. Alsjeblieft. Ja. Dankjewel. Ketting? Weet ik niet. Is dit met de jaartallen? Vind je die leuk? Ik wist niet of je dat leuk vond. Ja, ik vond het wel. Ik vind deze zelf het mooiste. Jullie wilden ook wat eten? Ja, zeker. Ja. Zal ik eens wat drinken bij jullie? Ik denk dat we eerst even moeten kijken. Ja, oh, eerst even kijken. Ja. Nee, prima. Nee, dan kom ik straks bij je. Ja, dankjewel. Welke is dit? Andersom. Oh, van mijn leeuw. Ik heb die dus nu om. Ik vind hem zelf echt prachtig. Dus ik hoop dat jij hem ook prachtig vindt. Ik heb stier. Oh ja. Maar je kan hem ook zo draaien. Dragen. Ja, dat is ook mooi. Maar ik vind hem zo ook wel leuk. Ja, ik vind hem dus ook echt heel leuk. Ik heb ook een andere met een leeuw, maar die is wat Ja, heb je die over, ook voor mij? Maar ja. Ja, deze vind ik leuker. Ik vind deze denk ik ook leuk. Ja. Deze is net wat verfijnder. Oh, ik film echt super slecht ook. Dankjewel. Maar, kan. In plaats van een van deze. Nou, ik vind hem dus echt heel chic. Je kan ook mee douchen en zo. Ik vind hem echt mooi tonen. Alsof het echt een, toch, best wel luxe uitstraling. Ja, ik ben er ook echt heel blij mee. Wordt er zoveel verkocht? Net nieuw. Oh, je hebt ze er nog niet op staan. Of ja, net. Tegelijkertijd met die jaartallen, geboortedatum. Ja. En ook je sterrenbeeld in letters. Oh ja. Maar ik had het nog helemaal niks gezegd in de vlog. Hallo jongens, ik ben weer bij Lottie. Hallo. Super gezellig dat we alweer zo snel afspraken. Ja. Natuurlijk, het is 45 minuten rijden, maar ik heb het nu zo gecombineerd dat ik even met Lot ben en daarna naar mijn oma ga. En dat is echt ideaal. Dat heb ik nog geen één keer gedaan dat ik naar mijn oma ga. Nee, elke keer zeg je, oh, ik zou eigenlijk even langs mijn oma moeten gaan. Ik vind het, voel je zeg maar, het is best wel stevig, toch? Ja. Het is best wel echt mooi. Daar hou ik wel van. Zeg maar, als een man dit zou geven aan mij, zou ik echt geloven dat dit echt een dure ketting is. Oh, ja, snap je? Ja, dat snap ik. Ja, ik vind hem echt leuk. Ik vond het leuk dat we er zelf hadden, dus daarom was ik ook later, want dan wilde ik ook deze omdoen. En we hebben ook allebei gouden ringen. Ja. In onze oren bedoel ik. Oh, ja, jij draagt de laatste tijd oorbellen, ben ik zo blij mee. Ja. Welke is dat nou? Deze, denk ik. Ja. Ja. Maar misschien is het te veel met je. Ja, maar dat is een dubbele of niet? Nee. Oh. Dat zijn twee losse. Van jou, die ster. Ja, dacht ik al. Die ster is van mij. Doe eens die ster omhoog. Welke is dat? Deze? Nee, dit is Die maan is ook van mij. We gaan dus, volgens mij ben ik dus. Ik heb het super vaak gezien, maar ik ben er nooit geweest. Ja, het is wel leuk hoor. Heel leuk. Ik heb hem niet ontbeten expres, want anders had ik nu geen trek. Oh ja, slim. Ja. Heb je nou nog geslapen net? Nee, ja, dit vind ik leuk. Ja, goed zo? Ja, oh, maar hij is echt mooi. Ja, hij zit niet goed, maar ik vind hem echt heel mooi. Leuk. Zit hij niet goed? Nee, je ziet hem niet goed. Oh. Heel leuk. Ja.
Nou, we hebben uren aan het filmen. Ik denk dat ze iets jonger waren dan ik. Hallo. En toen gingen al die jongens van... Oh. Er zit een glaasje water erbij. Ja. Cute. Is het lekker? Is het fluffy? Ja. Ja? Goed zo. Wat? Ja, dat is cute. Waar moet ik op liggen? Ja, dan telt hij af. Als je 10 ziet staan, dan... Oh. Ik heb het verpest, mijn ogen. Ik doe het wel. Ik lijk net naakt. Lekker! Je ziet van mij. Wil je niet zo kijken? Hoe dan? Oh, iedereen. Sorry, van de hand. Oh, ik was nog niet klaar. Hij ging vorige keer van schrik. Ja. We gingen net hier foto maken. Ik zei tegen Lot, dit is onze vriendschapsspot. Het was iets moeilijker dan we dachten. Maar we hebben het eerste shot doen we. Hallo, ik ben nu bij oma. Mijn oma die, waar ik niet zo vaak ben in Woerden. Na Lot naartoe gegaan, we hebben lekker boodschap gedaan, action geweest. En nu gaan we in het zonnetje een paar balkonnetje lekker eten. En dit is ook meteen avondeten. Super raar ritme. Heerlijk. Ik hou van vakantie, gewoon lekker eten wanneer je zin hebt. En waar je zit in hebt, het is nu 5:30 en we eten dit. Hallo. Lekker. Maar staat er achter ook een stoel? Oké. Okay. Is genoeg vitaminen. Zo leuk blouseje dit, jongens. Twee, je hebt die twee die open zijn. Als jij ze niet wil, anders mag jij ze. Als jij ze lekker wil eten, mag... Ze zijn wel heel hard. Zit ook op de achterkant, Taurus. Heel mooi. Deze. We zitten nu even scheef. Heel leuk. Verschrikkelijk. Hey, een foto van mij en Ruben. Wil je een spaatje? Je hebt nog steeds een foto van mij en Ruben. Ja, ja. Wil je een spaatje? Nee, dank u. Oh, hier had Oliver echt een bol koppie en ik ook. Oh, nu baal ik dat ik geen joggingbroek mee heb genomen. Kijk, ik wou je nog even wat laten zien. Ja, die allemaal. Hey, die kan jij houden, hè? Ik vind het zo leuk, die gouden kettingen met dit shirt. Helemaal geweldig. Ja. Heel leuk. Kijk, dit is oma's muur, al zolang ik me kan herinneren. Heb je ooit ergens anders gewoond sinds ik bestaan? Nee, hè? Ja, tuurlijk. Echt? Ja, hè? Sinds ik geboren ben? Nee. Nee. Ze heeft dus jawel. Allemaal kaarten. Oh, wacht even. Nee, maar sinds ik ik woonde in Molenvliet. Ja, Molenvliet Brink? Ja. Hallo, met Charlotte. Hey, ik zag je appje, dus ik dacht, heb je zin en tijd om te bellen of komt het niet goed uit? Wat ben je aan het doen? Je klinkt alsof je iets aan het doen bent. Oké, ik kom net van oma Evelien trouwens. Eindelijk. Nou, heb je even wat betreft mijn verhalen. Had je dat gehoord dat ik dus op dat feestje was geweest? Ja, toch? Maar je hoorde waarschijnlijk wel aan mijn stem dat het me wel echt heel weinig deed. Qua emotie. Ik kan heel leuk roepen dat ik heel graag een man wil die heel erg trots is. De hele tijd tegen me praat, me veel aandacht geeft, cadeautjes, lieve dingen aanraken. Maar net als mama, ik hou er niet zo heel erg van. En bij hem vind ik het zo overweldigend. En het is gewoon zoveel. Hallo? Zijn jullie er nu allebei? Oh, je. Nee, ik word ook Shanna. Ja, yeah, oh my god. Ik wil jullie verhaal vertellen. Nee, dit is een WhatsApp gesprek. Wat dan? Nee. 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 Maar ik moet wel een verhaal vertellen. Oké. Zijn jullie nu klaar voor een update? Oké, Jan ook? Ben je er klaar voor? Oké. Maat. Ik ben er weer en ik ben zo happy en vrolijk.
Hi. Hallo. Ik heb nog een hele leuke shoplog, maar niet heus. Het is echt niet boeiend, maar ik heb 5 pakken tampons gekocht voor 10 euro bij de Kruidvat. Deze lens vloeistof. Jullie hebben mij toen verteld van, hey, je ogen zijn misschien zo droog doordat je goedkope vloeistof gebruikt. Toen zag ik deze met 50% bij Ethos. En ik heb echt het idee dat het beter was. En toen wachtte ik steeds tot ik weer korting zag en het was er niet. Dus toen zei ik tegen Lot, weet je, ik ga hem gewoon kopen bij Kruidvat. En toen had ik afgerekend en zag ik dat hij 50% korting had. Dus ik wil er echt meer halen nog. Ik snap het niet, want het stond er niet bij. Maar het was echt zo. 2 keer deze, want die zijn eigenlijk gewoon zo goedkoop. 1,60. En deze zijn top, met half olie, half lotion. Deze sponsjes hoorde ik, volgens mij er is een verbond over. Ik dacht, die ga ik eens proberen van de Action. Die allemaal vlekken wegkrijgen op de muur en zo. En dan, dit was echt 1,60. Deze bananenshampoo ben ik heel benieuwd naar. En daar zit ook een masker bij. Oh ja, dit boek heeft mijn oma me gegeven. Vind ik best wel interessant. Als ik er tijd voor ga maken. En dit masker echt super vettig. Ik ben heel benieuwd. Het ruikt echt naar banaan. Mijn rooswater die ik altijd koop. Deze doekjes die ik altijd voor de wc koop. Dit is dus mijn fave op mijn lippen met een roze kleurtje en een normale. Dus ik vind ze dus helemaal top van de Action. Deze zout was echt maar 2 euro bij Action. Vind ik ook geweldig. Ik heb nu veel te veel zout gekocht, maar maakt niet uit. En dat watermeloenwater vind ik niet zo boeiend. Dan heb ik nog dit. Van Action, dit en deze had ik gisteren. Oh nee, die had ik gisteren. Ja, nou, dat was het. Hallo, ik heb vandaag gewoon echt een chill dagje thuis gehad weer. En ik heb besloten dat ik weer ga proberen te hardlopen. Rustig aan. Ik heb geen hardloopschoenen, maar ik heb wel die Nike P6000. Ik ben ook ongesteld. Ik ben best wel een beetje gaar nu, maar ik ga het toch doen. Rustig aan, want het vorige keer misging kwam denk ik niet alleen door de schoenen, maar ook omdat ik het gewoon veel te veel deed. Dus ik ga het nu doen. Het is 9:30. Waarom niet? Ik heb deze legging aan die ik bij de Victoria's Secret had gekocht in Amerika. En hij is echt ziek mooi. Want ik heb dus echt geen billen. En kijk hoe goed dit eruit ziet. Oh my god. Echt geweldig. Ik heb hem dus nu pas voor het eerst aan. Die Nike P6000. En een heel erg lelijk shirt erop. Volgens mij is het niet koud. Lekker frot. Daarna ga ik lekker mijn haar wassen. En ik ga gewoon een kwartier proberen te doen. We gaan het wel zien. Ik heb 10 minuten gerend. Best wel veel squat gedaan. En nog een touwtje gesprongen. Ik had wel een trui, want het was anders te koud. En ik heb echt wel het gevoel dat het goed voor me is. Ik heb geen last van mijn knie nu. En misschien 10 is te kort. Het moet een kwartier, maar... Hallo, licht. Misschien is het wel lekker, weet je. Als ik gewoon niet doorsta, gewoon 2-3 keer in de week rennen. Een paar keer fietsen. Stuik springen. Een beetje op die manier het leuk houden. Ik ben benieuwd of ik morgen iets merk. Meestal voel ik echt de dag erna direct iets. So I'm very benieuwd. Hey jongens, ik was logeren bij vriendinnetje, maar ik heb even niks gevlogd, want zij wil niet op YouTube en ik was eigenlijk helemaal kapot. Ik werd dus, het is nu welke dag? Je zal nu echt denken, ja hoor Charlotte, maar ik werd dus maandagavond, nadat ik bij Lotte en mijn oma was geweest en me fantastisch voelde, auw, kreeg ik uit het niets, rond 10 uur 's avonds. Hier ineens het gevoel van, er zit hier een soort van vuurbal in je keel. Dat gevoel kent iedereen wel, denk ik. Uit het niets. Toen midden in de nacht zat die vuurbal ineens over mijn hele keel. Bizar. En als ik dan slikte, voelde het gewoon alsof er een kaasschaaf langs mijn keel glijdt. Zoveel pijn. En ik heb, zoals jullie weten, ben best wel vaak ziek. Het zit meestal op mijn luchtwegen. Als ik dus kampeer... Of wat dan ook. Op de kou heb gezeten. Geen sjaal om. Het is maar een beetje vochtig of koud. Ben ik gegarandeerd in mijn keel ziek. En meestal ook meer. Daarbij ben ik natuurlijk heel erg vaak moe. Daarvoor heb ik laten bloed prikken. Er is trouwens niks uitgekomen. Alleen uit de ontlasting was het net niet afwijkend. Maar bijna afwijkend. Dus ze gaan me wel doorverwijzen naar een maag-lever-darmstichting sowieso. Want met mijn darm heb ik sowieso iets. Maar ik heb een soort van inzicht gehad. Ik vroeg namelijk aan die vriendin of ze even in mijn keel wilde kijken. En daarna heb ik zelf ook gekeken. Ik schrok me helemaal kapot. Maar oh ja, zo kwam ik erachter. Nou, ik had die pijn en ik voelde hier aan mijn keel. En ik voel hier gewoon 2 enorme gezwellen. 2 enorme bobbels. En ik schrok echt van, wat is dit? Want als je klieren opzet, zit het volgens mij hier. En het zit gewoon in mijn keel. 2 bobbels. En ik heb wel vaker gehad dat ik in mijn... mond keek en dat ik zag dat het best wel vuurrood was en dat er soms van die witte vlekjes op zitten ontstoken. Maar als je nu in mijn keel kijkt, ik wist niet eens dat mijn handen waren. Ik heb nu ook te veel gepraat, joh. Ik moet echt stoppen.
Mijn amandelen zijn helemaal wit. Het is echt heel vies, zeg maar. Mijn tong is wit. Ik heb slechte adem, wat ik normaal niet heb. Mijn hele amandelen zijn mega ontstoken. En toen heb ik dus gegoogeld ontstoken amandelen. En de symptomen die daarbij komen kijken, zijn inderdaad dat je dus ziek wordt, koorts, maar ook vermoeidheid. Nou ja, de pijn is zo intens dat ik ineens dacht, wat als ik, als mijn amandelen er gewoon uit moeten? En als je dus opzoekt hoe dat gaat, word ik helemaal gek. Dus ze pellen het eraf of zo. Maar ik ben dus heel erg bang dat dat het is. En dat dat misschien wel de reden is dat ik zo vaak moe en ziek ben. Ja, ik kan bijna niet eens slikken. Ik kan niet, sowieso niks warms naar binnen krijgen. Dat brandt zo, zo erg. Nou, dat was even een zeurverhaal, maar ik wou het toch even vertellen. Hallo. Op Instagram is iedereen zo lief. Ik heb in ieder geval een foto gestuurd en ik heb inderdaad die ontsteking. En ik heb nu antibiotica. Is voor me gehaald. Echt lang leven vrienden. En ook meteen boodschappen. Daar ben ik zo blij mee. Zo lief. Dit is op advies van volgers. Die ga ik even meteen in de vriezer doen. Als het past. Zoveel zin hierin. Wow. Hallo, ik voel me vandaag veel slechter dan gisteren. Maar ik wil even mijn eierstaafjes laten zien van de normal. Als ik ziek ben is pasta met pesto echt mijn holy grail. Spaghetti was op, ik had dit nog van HelloFresh 2 jaar geleden of zo, die pasta. Vet ongezond, maar ben ik heel misselijk verder. Het gaat veel beter met mijn ontsteking, dus ik kan weer een gember appelsapje drinken. Dat deed ik sowieso bijna nooit meer, maar ik voel dat ik daar nu van ga opknappen. Ik ben nu dus in de fase beland dat ik te lang niets gedaan heb en rebels word. En ineens zin ik om mijn haar blond te verven. Ik had dit nog liggen. Als ik filmpjes kijk, krijgt iedereen heel lelijk oranje haar. Maar mijn haar is echt wel wat lichter en ik wil het gewoon doen. Maar als ik iets moet doen, moet ik het gewoon doen. Ga ik de weekvlog hier weer afsluiten. In de volgende weekvlog zien jullie hoe ik mijn haar heb geblondeerd. En mijn vakantie. Dus dat is heel erg leuk. Bedankt voor het kijken. Vergeet me niet te volgen op Instagram. Daar plaats ik superveel. Op story vooral. En tot bij de volgende vlog. Doei!